Hey dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van mij met Rocket League. Normaal zijn jullie van mij gewend dat ik natuurlijk 3 tegen 3 doe. Maar ik denk van... Oh shit, die had ik moeten hebben. Maar ik denk van... Zou het niet leuker zijn als ik ook een keer 2 voor 2 doe? Ik denk van, we gaan het een keer proberen. Als je het nou leuk vindt, doe een duimpje omhoog en zet in de comments ook neer welke game jullie leuker vinden dat ik speel. 3 voor 3, 2 voor 2, ja, 1 voor 1 ben ik echt zelf erg niet goed, godsamme, niet goed in. Oh shit, ik... Oh, ben je dit nou echt? Is het zo zielig aan iemand? Lof. Voor mij pakte ik die boost op. Ja. Oh man, ik raak helemaal van de wof van hem. Maar hij gaat het niet achteraan, helaas. Oh man. Zo, dus Kom op, gaan. Oh, jammer. Oh man. Klote. Ik heb een beetje boost nodig, dus doe het even alleen als je wil. Die meen ik nog, oh mijn god. Maar serieus, stik ik mezelf in. Hij had het niet tegen mij hoor, Kees. Ja. Nee, dit meen je toch niet. Anders had hij gezeten. Ja, kom op, maak je hem. Jemig. Hoe? Kan jij schieten of niet? Daar gaat hij niet in. Wat ben je, teamgenoot, wat ben je aan het doen? Oprecht, wat ben je aan het doen hier? Echt hoor. Het is een open doel. Oprecht. Maak hem. Wat ben je dan ook? Gaat over hem heen. Op
oprecht hoor. Ik meen, het is echt geen grapje. Het lijkt echt alsof ik alles alleen moet doen hier. Maar mijn teamgenoot die pakt er niet echt veel van. Omdat hij zo fucking... wacht, moet ik heel goed zeggen, noem 10. Ja, ik heb misschien al 128 punten. Maar ik zit fucking met andere gamers op plaats nemen. Dat kan die goos niet zeggen. Mijn teamgenoot, die heeft sowieso, die blijft veel te lang afwachten. Die heeft fucking 2 of 3 open doelkansen gewoon gemist. Dat hij gewoon omdoor gaat. Ja. Nee, het is wel een ander, gelukkig. Nee joh, wat denk je anders? Denk je dat ik ga lopen? En ze zat al heel snel 1-0. Hoppakee. En nu doorgaan. Deze wedstrijd wil ik graag winnen. Als het kan. Jammer. Of. Ja. Wat gebeurt er daar? Wat heeft mijn team gedaan daar? Och. Sprong. Maar waarom sprong hij? Had hij niet moeten doen. Had hij moeten hebben. Dan denk ik, ga ik het voor de boers? Nee, is niet zo handig. Oh, nou, ik kom nog een... Ja, op zich aardig schot eruit halen, maar... Of hij gaat. Ja. Waar ben je? Oh, gelukkig. Heb je? Kom op, hé. Je moet het nog hebben. Want het was niet een moeilijke bal of zo. Lekker. Hoppakee. Nou, ik weet niet wat die ene gozer van nu aan het doen was ook. Maar het past wel precies. Nee. Oh, hoezo heeft hij de boost? Ik was de enige die doorheen reed hoor. Oh mijn god. Top.
kut. Oh, top. Ah, shit, kom. Rijden. Ja, dan ga je wel horen dat hij gaat inderdaad rijden, maar echt veel. Hè. Dit meen je toch niet, zeg. Als ze nou niet, als ze maar dan met steeds proberen ging tussendoor, was perfect geweest. Nou, niet eens in de buurt. Hoppakee, lekker. 3, 5 voorsprong. 1 en hoppakee. Nee, fucking lul. Echt waar. Hij denkt van hij gaat bij hun keeper of zo. Of veel. Oh shit. Lekker. Hoppa, lekker. Lekker gespeeld, jongen. Easy. Het is dus allemaal zo easy. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering Rocket League 2-3. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Tot dan, duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en tot morgen.